Hoi, mooi dat jullie aandacht hebben voor de waterschapsverkiezingen. Die zijn er binnenkort en zijn hartstikke belangrijk. Waarom? Kijk, de burgers van ons gebied betalen voor alles wat het waterschap doet. Daar gaat veel geld in om. En het is natuurlijk belangrijk dat ook gecontroleerd wordt of dat geld goed besteed wordt. Daar heb je bestuur voor nodig en dat bestuur wordt gekozen door jullie. Waterschappen die zorgen ervoor dat we droge voeten houden, dat er schoon en voldoende water is, daar is iedereen het over eens. Maar de manier waarop je dat kunt doen en ook moet doen, daarover verschillende meningen. En de verschillende partijen die meedoen aan de verkiezingen hebben er ook eigen opvattingen over. Dus er valt wel degelijk iets te kiezen. Misschien is het nog wel belangrijker dat we te maken hebben met klimaatverandering en een aantal andere dingen zoals de zeespiegel, stijging, bodemdaling, waardoor allerlei maatregelen getroffen moeten worden. Die kosten geld, die kunnen niet allemaal tegelijk, dus er moet gekozen worden. Ook daar denken partijen verschillend over. Iedereen is erover eens dat er veel moet gebeuren, maar de manier waarop, daarover moeten de mensen beslissen die gaan stemmen. Dan kunnen ze kiezen voor de partij die ze willen. En dan gaat er gebeuren, hopelijk ook datgene waar zij daarvoor gaan stemmen. Daarom is het hartstikke belangrijk dat je gaat stemmen op 20 maart.